Nou, dit valt me op hoor. Is hier... Ik ruik een vlog. Ik ruik een... Het is een vloggeurkaars. Een geurkaars met een vlog. Oh, het is een vlog! Rooi, doe normaal. We zijn hier echt al een paar uur. Oké, okay, dat is waar. Hé, hey, welkom bij een nieuwe vlog! Hey iedereen en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video van Olds Games. Mijn naam is Roy en ik zit hier met Debbie. Yay! En misschien ken je Debbie van de Dutch YouTube Gathering als de Dutch YouTube Gathering. De bitch van de Dutch YouTube Gathering. Oh yeah! Vandaag zitten wij niet zomaar in een hotelkamer. Nee. We zitten in een hotelkamer in Brighton, Engeland. Oh yeah! Yay! En we zijn hier 3 dagjes en we zijn vandaag aangekomen. We vlogen vanmorgen om 7 uur 's ochtends. Oh my god! Vanaf Schiphol. We hebben echt een super lange dag al gehad. We waren hier in Brighton al om 9 uur 's ochtends. En dus we hebben echt al super veel meegemaakt. En we hebben zelfs al heel veel geshopt net. Ja, en we zijn er al 4 al geweest. Naar de arcade. Naar de arcade en hebben we heel veel leuke spelletjes gedaan en heel veel tickets gewonnen. Als je Brighton niet kent, blijf zeker deze vlog kijken, want we gaan ook wel dingetjes laten zien van Brighton. En, maar eerst een shoplog! Ik dacht van ja, weet je, als ik toch wat moet laten zien, dan laat ik even ook mijn neus zien. Dat zie je hier. Oh my god. Maar ook wat hebben we gekocht vandaag? Oké, okay, als eerst hebben wij hier een lijst die heet Brighton Bitches aanstaan. Hashtag spons! Hashtag, was het maar hashtag spons. Oké, een benefiet. Een benefietje. Ik heb er even de benefietje uitgehaald. En een mega lipstick. Nee, is een roomspray. Een roomspray ook. Ik moet er nog leren wat een geurkaars is, een diffuser. Ja, dit is echt gewoon een miskoop. En we hebben ook nog iets samen gekocht. We hebben iets samen gekocht en dat is dit. We zijn naar binnen gegaan bij de Molton Brown winkel. Het is een beetje zoals Joe Malone. En we hebben de 2 in dezelfde geur, want die vonden we allebei heel erg lekker. En dan heb ik zelf ook nog dit nieuwe luchtje gekocht, wat net nieuw is. Dus dit is echt een zomers luchtje. Hij heet... Oh, hier staat het. Coastal. Cypress en Sea Fennel. Het is echt zomer in een flesje, hè? Dit roze shirt. Debbie, wil je even assistent zijn alsjeblieft voor mij? Ik betaal je ervoor. Nou, ik krijg hier helemaal niks voor. Covered Nightline. Heb ik deze oranje trui, die echt super mooi is. En hier was je echt veel te excited voor. En dan ook nog dit witte t-shirt waarop staat Reality Can't Compete. Het is nu ongeveer 4:30. En wat heeft Roy nou? En we gaan dadelijk nog even lekker ergens uit eten natuurlijk, want ja, het is natuurlijk wel de bedoeling dat je je maag moet lekker een beetje moet vullen. Hè? Je moet wat in je mik douwen. Dit is mijn mik. En we moeten nog even beslissen waar we dan gaan eten natuurlijk. Nou, ik denk dat dat al wel besloten is. Misschien Jamie's Italiaan. Ja, dat dacht ik. Dus of... Meneer al heel de dag, gaan we bij Jamie, we moeten echt bij Jamie's Italiaan. Oh, we moeten echt een keer bij Jamie's Italiaan eten. Nou ja, we hebben 2 dagen niet. Surprise, we eten bij de Burger King. Dus, en daarna gaan we denk ik nog naar de pier dan. Ja, en we gaan nog even opfrissen, even douchen en zo. We gaan nog even lekker douchen met de gratis cadeautjes die we hebben gekregen van Molton Brown. Ook zal er nog een video online komen waar Debbie en ik Engelse dingen gaan proeven. Dus Engels snoep of andere dingetjes, Engels drinken of iets dergelijks. Dus dat gaan we ook nog eventjes kopen. Ik vlog altijd met de mooiste... Oh, ik val bijna van bed. Oh mijn god, ik moet even een clickbait foto hebben. Oké, zo, jullie hebben even meegemaakt hoe ik een thumbnail maak. Pride de vakantie gaat fout. Het gaat hartstikke fout dit. Jongens, om deze vlog een beetje trendy te houden, hè, moeten we Debbie even pranken. Want puur omdat het, ja, dat moet nu. Dus we gaan het doen. Ik ga gewoon even keihard op haar douchedeur kloppen van de badkamer. Nee! Wat ben je aan het doen? Prank mislukt! Wat? Mijn prank is mislukt! Ik versta er niks van. Oh my god, nou, ik ben hier niet voor gemaakt. We lopen nu in Brighton. Midden in de stad. Het is heel erg mistig. En ineens is heel erg mistig geworden. Wat een kutvol. Nu zijn we onderweg naar Jamie's Italian. Gaan we even lekker even... Lekker frieten. Lekker frieten in onze McDonald's. Ik ben zo'n goede vlogger. We zitten nu aan het dessert. Oh mijn god, ik heb niet het andere eten laten zien. Maar we zijn nu aan het dessert. En we hebben iets heel erg lekkers. Maar dit is een brownie met salted caramel saus. Salted caramel popcorn. En we zaten net lekker aan het wijn. Maar Debbie vindt hem niet lekker. Dus deze moet ik ook nog in mijn make douwen. Hey, goedemorgen iedereen. Het is de volgende dag hier in Brighton. En we hebben net lekker ontbeten. Debbie een lijk. Dat kan het ook niet meer aan. Debbie kan het niet meer aan, jongens. Debbie is een beetje moe. Debbie lag helemaal aan het zijkantje.
En Ronnie kwam helemaal zo met zijn schoon op mijn hoofd tegen mij aan liggen, terwijl het bed echt nou 2 meter is. Dat is enorm. En vervolgens ligt meneer wel helemaal daar, maar die heeft al zo ver het leven getrokken dat ik echt helemaal zo zonder leven was. Oh, wat zielig, Debbie. Nee, het is wel zielig. Maar vandaag gaan we even naar North Lane. En North Lane is een hele leuke straat in Brighton, een beetje bovenin. In het noorden. North Lane. Yeah, right. En er zijn hele erg leuke winkeltjes. Echt winkeltjes die je alleen echt in Brighton hebt. Er zijn van die local shops. En daar gaan we heen. En dan gaan we daarna naar Hove. En Hove is een beetje een rijke wijk hier in Brighton. Het gooi van Brighton. Wat? Het gooi. Het gooi van Brighton. Als je nog nooit iets van Brighton hebt gehoord, hier een paar sfeerbeelden hoe wat Brighton allemaal is. Heel veel geshopt, echt iets te veel eigenlijk. We hebben echt veel te veel zakjes. Debbie ook. En we zijn echt denk ik een 3 kwartier in deze theewinkel geweest. Daar heb ik al vaker wat gekocht, dat is de Bluebird Tea Company. En we zitten nu lekker eventjes in zo'n lekkere stoel, even zo even genieten van de zon. En even lekker rustig. En we hebben een iced tea, dus ze maken hier, wat heel leuk is, er zijn tea mixologies. En wat ze doen, ze maken zelf hun thee en het is echt niet zo van Earl Grey, rooibos thee en weet ik veel, kaneelthee. Nee, het is allemaal echt geweldig, echt de gekste dingen. Ze hebben ook zelfs een thee met mojito smaak. En ik heb er nu ook een pina colada die heb ik gekocht voor Kai. Gingerbread chai is mijn favoriet. En ze hebben echt zoveel lekkere dingen. En Debbie, die kende deze winkel nog niet. Wat vond je ervan? Heel erg lekker. Ja, het is allemaal heel erg lekker. Dus, we hebben een fruity watermelon. Heel erg lekker. Dus we gaan hier even lekker zitten. En dan gaan we nog even verder lekker winkelen. En ik heb ook nog een geurkaart gekocht, jongens. Shoplog in de hotel. Shoplog. Het shoppen houdt niet op. Niet vanzelf. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Dramatische inzoom effect. We zitten nu bij Gourmet Burger Kitchen, GBK. En we zitten al lekker in de elderflower strawberry feesten. En we gaan nu lekker even lunchen, lekker met een burgertje. En GBK, dus Gourmet Burger Kitchen, staat bekend om zijn hele skinny fries. Dus we gaan even lekker eten. Ziet dit er niet lekker uit, jongens? Girl. Love it. En we hebben ook nog even ketchup in een hele cute tomaat. Dus we gaan weer lekker eten. Eet smakelijk! Ja. Nou iedereen, we zijn weer beland op de kamer. En ik dacht, het is tijd voor een mini slopjochje. Shopjochje? Oh, een shopjochje! Een shoplogje! We beginnen met, dit zijn cadeautjes voor Kai. We hebben hier, dit ga ik niet uitpakken, maar dit is een postcard. Een vintage postcard. En daarnaast zag ik deze Totoro vintage posters. Super mooi. Ik ben heel gek op, Totoro. En hij ook. Wat raar joh man, je hoeft geen trein te halen. Dan heb ik een geurkaars gekocht. Oh, echt waar? Oh, dat is een wonder. Verrassend. Dat is net zo verrassend als wanneer jij moet poepen. En dankjewel, Debbie. Jij poept zo veel, hè. Dat is echt niet normaal. En dan heb ik deze kaars gekocht bij Posh Totti en met in de geur stem, ginger en walnut. En, oh, ja, we was toch kiezen, hè? Wat? Deze winkel. Dan heb ik parfum gekocht bij Eden Perfumes. En Eden Perfumes die maakt eigenlijk geurtjes na. Maar dan vegan. Dus dat heb ik nog thee gekocht. En deze thee zijn allebei niet voor mij eigenlijk. Dus ik heb ze eigenlijk voor andere mensen gekocht. Deze thee heet Retro Ted. En dit smaakt een beetje naar een pina colada. En Kai die houdt heel veel van pina coladas. Dus deze ook nog voor hem. En hij houdt heel veel van thee. En dan deze pineapple mint. Deze neem ik mee naar mijn stage. Een zomerse thee. Dan heb ik nog een geurkaars. Verrassend. Bij het winkeltje Lavender Room. En dat is ook alleen een winkeltje wat ze hier in Brighton hebben. Hij wil niet focussen, hij heeft geen zin meer in hoor jongens. In de geur Rosemary en Watermint. En dan zijn we ook nog even bij de fudge winkel geweest. En dit is echt de lekkerste fudge die ik ooit op heb. Eigenlijk heb ik er 2 gekocht, omdat als je er 1 koopt, dan kan je die pinnen. Dus Oké, als het moet, dan doen we het wel. Dan doen we het wel. Dus dat is allemaal wat ik heb gekocht. En Debbie heeft heeft eigenlijk nog meer gekocht dan mij. Vanavond gaan wij deze thee proberen. En dat is ook van Bluebird Tea Company. En dat is Vicky's Sponge Cake.
Nou, hey. Hij is expons. Debbie, heb je ook nog een kreurkaars gekocht bij Oliver Bonus? Verrassend. Hij was in de bonus bij Oliver Bonus. Ik heb de bonus van meegenomen. Debbie heeft ook een luchtje gekocht bij Eden Perfumes. Oh, ja. En Debbie heeft ook een geurkaars gekocht bij Lavender Room. Jij bent wel echt ook heel interessant over mijn spullen. En Debbie heeft nog een luchtje gekocht bij Molten Brownie. Die zijn we weer geweest. Hashtag mijn B. Hashtag, oh, die vrouw die hier werkt. Die is echt zo lief. You were so cute. Zo iedereen. We hebben een tijdje op de kamer eigenlijk gezeten na de shoplog. We hebben gekaart en toen heb ik gewonnen van Debbie. Gisteren heeft zij heel hard gewonnen. Thank you. Met 7-4. Ja? Hoeveel was het, Debbie? Wil je het nog een keer zeggen? Dus we gaan nu even lekker eten en daarna neem ik jullie mee. En Debbie neem ik jullie ook gezellig mee. Hand in hand met z'n allen. Naar de... Pier! Mop voor een piertje! Nee, mop naar de pier. Naar de Brighton Pier en dat is zo leuk. Het is echt geweldig en we gaan... Kijk jongens, we zitten echt super hoog in ons hotel. Oeh, oh, hij blijft piepen. Nou jongens, we zitten lekker aan de sushi hier. Debbie, hoe smaakt het? Natuurlijk. Wel goed? Is wel alright? De service was heel slecht, maar het eten is wel goed. 10 minuten om het warm. Echt heel erg. Nou jongens, we zijn beland bij de pier. Kijk nou, dit is een enorme grote pier. Natuurlijk op het water, want het heet geen pier. En daar gaan we nu naar binnen. Nou jongens, we mochten niet filmen in de pier. Debbie heeft me verlaten. Ik sta er trouwens hier helemaal in mijn eentje. Debbie is weggelopen. Ik denk van, ik mag de gooi niet meer. Ik loop gewoon eventjes weg. Oh, daar komt hoor. Nee, gooi me dan niet. Kijk, mag ik een beetje aan de foto? Dat is erg. Maar we mochten dus niet filmen in de pier. Maar daar zie je hem nog. Ik ga ook even de vlog afsluiten. Hij is al eigenlijk veel te lang geworden. Denk ik, hoop ik. Niet. Anders is het wel heel erg lang. Dus als je het leuk vond, doe dan een duimpje op deze video als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe het nog steeds. En we gaan nu naar de hotelkamer. Morgen gaan we weer naar huis. Gisteren gisteren was ik er ook nog. Alleen heb ik toen niet heel veel gefilmd. Maar hopelijk vond ik een leuke vlog. En ik vlog helemaal niet zo vaak. Dus als je het leuk vond, doe even duimpje omhoog. Wil je dit vaker zien? Laat me eventjes weten. En hopelijk zie ik je de volgende keer. Doeg!